Daar ging het wel goed, met in totaal 23.000 dappere duikers. De grootste was in Scheveningen. Daar plonsden 8600 mensen in de ijskoude Noordzee. En het was de 50ste keer vandaag. De aarde mag dan de afgelopen 50 jaar wat zijn opgewarmd. Het zeewater is nog altijd... Nou, eigenlijk wat je denkt, koud. En toch gaan ze er weer massaal in. En niet alleen stoere sportzwemmers. Ik ben wel goed met mijn hoofd, maar het is gewoon lekker. Terwijl het daar in 1960 wel mee begon. Een gek idee van een zwemclub uit Haarlem. Onder leiding van deze man. Die wilde afrekenen met dat volgevreten gevoel. Je zit de hele avond oliebollen te vreten. Je hebt zo'n buik. Hè? Dat is een ramp eigenlijk. Op lange lijst denk je, jezus, moet ik nog zo'n klef ding naar binnen werken. Dan kreeg u dus in 1960 het lumineuze idee om te zeggen... Het is idee om dat fris te beginnen. Ook Hartje Winter noodt het Noordzeestrand tot een wandeling. Doch slechts weinigen zullen dan gelokt worden door de branding. Maar op nieuwjaarsdag is er altijd een groepje dat strand en zee met een bezoek vereert. Maar ja, dat groepje is inmiddels wel een tikkie gegroeid. Vorig jaar waren er 48 locaties en dit jaar maar liefst 68. En zelfs Nederlanders in het buitenland, maar liefst op 16 locaties... wordt er onder andere op Bonaire en Dubai door Nederlanders gedoken. De hoofddeksels zijn dankzij de sponsor een soort eenheidsworst geworden. Maar gelukkig heb je altijd dwarsliggers. U heeft de verkeerde muts op, volgens mij, hoor. Klopt. Wij duiken al 5 jaar samen met deze muts. De organisator van het eerste uur vindt het niet erg dat het allemaal zo commercieel is. Je gooit duizenden mensen op een hoop. Dat kan in Nederland niet meer. Ze slaan elkaar daarna altijd de hersens in. Hier gebeurt nooit. Dus ze wensen elkaar allemaal gelukkig nieuwjaar. De enigen die nog een beetje gevaar lopen zijn de mensen die niet zwemmen. Hele mensenmars op me afrennen. En terwijl de eerste alweer terugrennen kwamen er nog meer. Het was ongelofelijk. Echt waar. Veel werk hebben ze niet gehad vandaag. Hij wel, om alles waterdicht te maken en natuurlijk voor dat ene plaatje. Was het het waard? Ja, absoluut. We gaan zo even kijken en ik denk dat er wel iets fraais bij zit. De nieuwjaarsduik. Na 50 jaar mag hij een Hollandse traditie heten. Inclusief rituelen die nooit veranderen. Gelukkig nieuwjaar, iedereen! Heel verschrikkelijk 1970.